iets anders voor je inschrijven misschien? Het ligt aan de sfeer. De sfeer? Ja, het couleurlokaal. De. Wat? De. Het is de couleurlokaal. Ja, sorry hoor, met alle respect, maar dit kan zo niet, hè? U kunt hier niet iemand laten op uw terras laten rotslingeren en dan gaan we gewoon de boel bedienen alsof alles koek en ei is, hè? Dat kun je toch niet verwachten van je gasten? Hm? Dat wij zo kunnen genieten van onze versnapering? Hè? Kijk nou even wanneer bij mij ligt, man. Hè? Ze hebben uitgeput, uitgedroogd, ziek, zwak, misselijk. Dus nog te slap om een aanslag te plegen. Hè? Moet je eens kijken, kan je eens mijn opzetten? Ja, dat is toch wel heel wat anders dan twee hardwerkende mensen die hier gewoon even op een hele lange dag in de shit-kantoor die gewerkt hebben, ja? Die gewoon komen genieten van een helder die de zon beneden. Ja. Wilt u dat ik gaan doen, mevrouw? Ja, als er een glas kapot valt, hè? Wat doet u dan? Opvegen? Ja. Werden die vragen niet meer. Ja, sorry, maar dit toch echt niet meer? Nou, ja, vind ik ook. Ik heb het over jullie. Pardon? Proberen te genieten van mijn welverdiende chardonnay. Ga je zeggen, wat met mensen? Ja, en als zij het komt, zou ze het ook doen. Waar maken jullie je druk om? Om iemand die een beter leven probeert te krijgen? Het is gewoon een mens, net als jij en ik. Niet beter, niet slechter, gewoon een mens. Waar bemoeien jullie mee? Proberen nu beter te worden op de rug van iemand anders. En als jullie nog eens hier in het openbaar oh zo interessant willen doen, heb het dan eens over de plastic soep. Wat je daaraan kan doen, want dan heb je het over de toekomst. Een betere toekomst voor jou, voor mij, voor iedereen. Ook voor haar. Als je wel van die machine.